alle overblijfselen van het bouwen van paviljoen. We kunnen niet weg hier, want alles waar wedstrijd te maken zijn kwijt en de spelers zijn zat. Ja, we zijn hier vanmiddag bij het paviljoen, want wij in januari zijn we begonnen met een inventarisatie te maken van Terschelling. We hebben 43 partijen gesproken op Terschelling. Die gaan over restmaterialen, hebben we ze vragen gesteld, als wel over kennis die zij hebben. En dan ga ik verder Arie en de rest laten vertellen. Ja, we hebben gekeken wat de mensen hier op Terschelling voor mogelijkheden hebben om op een lokale schaal iets neer te zetten. En dit paviljoen is eigenlijk het eindresultaat daarvan. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. En zo te zien hebben jullie met z'n allen de weg weer gevonden. Dat kan ook niet anders, want Oerol blijft iets heel bijzonders. We gaan zo meteen het festival officieel openen. We gaan in ieder geval een startschot geven. En we hebben er heel lang over nagedacht. Wat moeten we nou? Moeten we nou een politicus vragen om het te openen? Nee. Want met de huidige politiek, nee, willen we niks te maken hebben. Doen we niet. Wij vinden na 25 jaar dat de vrienden dat moeten doen. En dat doen we op een hele bijzondere manier. Dus zo meteen gaan we iets bijzonders doen met de vrienden van Oerol. En dat doen we op een hele bijzondere manier. Oftewel, niet toevallig die kleur rood, maar ja, per ongeluk wel. De wind voert het woord. Heel veel plezier op Oerol 2012.